Het is als starter, maar ook als je wat verder bent als ondernemer, heel lastig om je niet te laten verleiden door eens te kijken naar andere ondernemers die in jouw ogen misschien veel harder gaan. Of die wel succesvol zijn in jouw ogen. En mijn boodschap hier is, kijk naar je eigen doelen en volg je eigen pad hierin. Ik heb bedacht dat er eigenlijk drie soorten vragen zijn waar je als ondernemer mee te maken krijgt. En de categorie waar veel starters heel erg mee zitten zijn de praktische vragen. Dat zijn vragen als hoe zit het met het inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Hoe zit het met mijn uitkering als ik vanuit een uitkering start? Hoe zit het met een bankrekening? Hoe zit het met de Belastingdienst? Maar een veel belangrijkere categorie vragen zijn de bedrijfseconomische vragen. Die vragen gaan over, wie is mijn doelgroep eigenlijk? Hoe ga ik mijn geld verdienen? Hoe bereik ik mijn doelgroep, de marketingmix? Hoe zit het met mijn financiën? Hoe bereken ik mijn kostprijs of mijn tarief? Maar de derde categorie, dat zijn de persoonlijke en de emotionele vragen. En dat zijn eigenlijk de allerbelangrijkste vragen als het gaat om ondernemerschap. Dat zijn vragen als, past het eigenlijk wel bij me, dat hele ondernemerschap? Wat voor een type ben ik eigenlijk? Hoe ga ik om met een tegenslag? Hoe ga ik om met een kans? Hoe sta ik tegenover risico's? Die persoonlijke en emotionele vragen, dat zijn vragen waar de ondernemers 's nachts wel eens van wakker liggen. Ik gaf aan, er is eigenlijk slecht werk. Dat is werk waar je als ondernemer eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Werk waar je ook niet goed in bent, waar je fouten in maakt. Goed werk, dat is dus werk waar je je facturen voor kan sturen. Daar heb je ervaring in, en jouw klant, die wil je daarvoor betalen. En er is fantastisch werk. En veel startende ondernemers die denken eigenlijk alleen maar aan dat fantastische werk, want die zijn helemaal vol van wat ze willen doen. En ja, doen het bijna gratis. Nou, als ik iets wil afraden, is dat je een mindset ontwikkelt waarin je denkt, hé, ik moet mijn werk gratis gaan doen. Mijn uitnodiging aan jullie is, doe meer werk waar je hart heel snel van gaat kloppen. En werk wat je heel eng vindt om te doen. Werk wat buiten je comfortzone ligt. Want daarin ligt de groei voor jou als ondernemer. En het is heel fijn om 70-80% van je werk als goed werk te doen. Waar je facturen mee stuurt, uurtje, factuurtje, fantastisch. Alleen daarmee loop je het risico dat je uiteindelijk niet groeit. De mindset van een werknemer is anders dan die van een ondernemer. En dat is maar goed ook. Als je met de mindset van een werknemer ondernemer wordt het lastig. Maar andersom is het ook lastig. Minder dan dit. En dat gaat niet goed. Maar het betekent wel dat je een mindset moet hebben dat je in jezelf en in je bedrijf investeert. En dat je risico's moet durven nemen. En hoe risico-minded ben je? Natuurlijk hoef je niet een mijnenveld in te lopen. Maar kijk eens bij jezelf. Durf ik wel mijn eigen centen in mijn bedrijf te steken of in mijn ontwikkeling? Wie wil dit boek hebben? Wie wil het hebben? Wie wil het hebben? Ja? Wat moet je doen als je wat wil hebben? Kopen, vragen. Een stap zetten. Een stap zetten. Pakken. Ja, wat moet je doen als je iets wil hebben? Nou, dan ga je heen. In actie komen. Kijk, daar komt iemand in actie. Help. Er komt iemand in actie uit haar comfortzone. Dankjewel, hoe heet je? Joke Wegmeld. Goed zo. Nou, mag ik een applaus voor Joke?